Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken. Ik ben Sjors van Heukelom. Ik woon in Nieuwerkerk. Van beroep ben ik teamleider en ik geef daarnaast ook nog maatschappijleer en maatschappijkunde. Dit doe ik op het Calvijn College op locatie Kerkpolder. Daar werken we met leerlingen, dat zijn echte doeners. Dat is een hele mooie baan. Nou, zoals jullie zien is mijn wiel weer goed, mijn fiets is weer klaar. En ik vind het heel leuk om af en toe in Zeeland een rondje te fietsen. Het is mooi weer, het is een mooie provincie. En ik kan me voorstellen dat jullie dat ook graag doen. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat als je gaat studeren, dat je de stad opzoekt. Dan heb ik nog een hele leuke uitdaging voor jullie. Ik woon hier met mijn vrouw en kinderen. En ik hoop dat jullie, als jullie gestudeerd hebben, ook weer terugkomen. Zoek een leuke stageplek in Zeeland. Probeer hier te blijven. En dan gaan wij als SGP zorgen voor goede bereikbaarheid, bewoonbare huizen. We zijn hier net buiten Nieuwerkerk bij kaasboerderij De Stolpen. En toen ik klein was, nam mijn vader me al mee hier naartoe. En ik vind het ook leuk om mijn zoontje hier mee naartoe te nemen. En nu spreek ik heel veel leerlingen, jongeren, die zijn boerenzoon of die zijn visserszoon. En ik snap heel goed dat die jongeren, terwijl ze een beetje spannend vinden, heb ik nog toekomst. En mijn oproep is dan ook, stem nou juist op de SGP. En waarom? We zijn al 100 jaar standvastig, we hebben hetzelfde verhaal, blijf bij ons. En wij zullen jullie absoluut ook weer de komende 4 jaar steunen. Op de achtergrond zien jullie de Zeelandbrug. Deze prachtige brug. Een echte verbindingsader. Nu heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat het met deze brug qua kwaliteit niet helemaal goed gaat. Dus we moeten wat. De SGP wil daar echt de komende periode een beslissing over nemen. En ik ga, omdat ik heel erg van hardlopen hou, deze brug vandaag eens even testen. Maar voordat ik ga rennen, vraag ik jullie 15 maart SGP. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.